Ja, lieve vrienden, ik ga boodschap doen en dan rij je door de Kroonpassage heen en dan vind je dat. Ja, dat vind ik zo mooi ook, hè. Maar in ieder geval, hieronder hangen ook wat lichtjes. Ach, er is er eentje omgevallen omdat ik bezig was. Blijf staan, zitten bedoel ik, jullie zitten. Jezus. Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een nieuwe vlog van Corine en Weesterboel. Jullie zien het wel aan me hoe het met mij is. Dus ik wijd mij daar niet verder over uit. Het is vandaag dinsdag. Het is de 14e van de 11e 2023. En we leven om 4 minuten over 4. We gaan zo meteen de regen in, een meisje. Nou ja, regen. Het is momenteel, zover ik weet, droog. Of het miezert. Kom dan. Kom dan. Kom dan. Moet je echt niet gaan staan uit te rekken en je eigen uit te sloven. Want dat is nergens voor nodig. Nee, dat is nergens voor nodig. Meisje. Ja, mijn meisje. Ja, ik heb nog een meisje hoor, die ligt achter. Oh nee, die zit achter me. Die zit achter me. Ja. Zo hè. Zo hè, kind. Ja. Oeh, zo hè. Hup, ook op de bank. Hé, zo hè. Ja. Nee, ik ga, ja, dat doe jij niet, hè. Ik moet jou een kusje geven. Ja. Dus ja, nou, wat nou? Nu ja, ik krijg ook van jou. Nu, dank je wel. Dus ja, dat dus. Maar in ieder geval ook, dat was mijn bureau. Ik ben er lang niet helemaal echt erbij. Ik liep vanochtend te tollen op mijn benen, dat wil je niet weten. En toen ben ik me teruggegaan naar boven. Ja, ik bekijk het allemaal maar. Maar ja, we moeten er toch even eruit. En ik moet toch eventjes nog wat boodschappen doen, want ja, het spul raakt wel op, hè. Ja. Dus dat gaan we wel doen en ik denk dat ik morgen de eettafel leeg ga halen en de naaimachine even nog op tafel zet, want ik moet mijn nieuwe, tenminste het is niet, hij is niet nieuw meer, maar die zwarte rok, die kottek rok, moet ik nog een keer onder de naaimachine door, want waar de hele stiek zit, dat brede, wat ik toen ingekort heb, dan moet ik van boven ook maar even dicht naaien, want anders gaat dat hele stiek zijn eigen weg in die rok doen. En dat moet maar niet. Dan gaat dat draaien en doen en dan zit het niet lekker, gaat zeer doen. Dus dat moet niet, dat moet gewoon recht blijven. Dus ja, dan boven ook even een stik draadje er doorheen en dan is dat weer klaar. En dan kan dat ook opgeruimd worden en dan kan ik de tafel mooi maken. Ja. Dus ja, daar, we gaan gewoon er weer wat van maken. En met de kerstdagen ook, et cetera. Nou ja, Sinterklaas, ja, ik vind het leuk voor de kleintjes, weet je. Maar voor mezelf doe ik daar toch sowieso niks meer aan. En ja, ik heb dingen te horen gekregen wat mij ook niet, dat is ook niet zo fijn voor mij. Dat is juist zeer verdrietig, maar daar wijd ik me ook nog niet over uit. Dat moet eerst diegene zelf doen, denk ik. Ja, hoe die dat doet, weet ik niet. Of die het ook laat blijken verder. Maar ja, het doet mij wel veel pijn en verdriet. Maar ja, het is zoals het geschiet, laat maar zeggen. Maar in ieder geval, lieve vrienden, geniet van je dag, ondanks dat het nog... Ja, het wordt heel vroeg donker, want het is echt donker weer vandaag, de hele dag al. Triest, grauw en nat, het is niks aan, nee. Maar wij gaan er in ieder geval door, even kijken op de buienradar. Buienradar, degene die het nieuws gebruikt van SBS6. We hebben net een hoge piek gehad. We krijgen een klein piekje. Nou ja, daar word je amper nat van. Dus ja, dat dus. En even deze kijken. Nou, kijk. En deze die heeft dit. Begrijp je dat?
Die is weer veel groter. Ik begrijp dat niet hoor. Welke heeft nog gelijk? Weten jullie het? Weet ik het? Ik weet het niet. Nee, ik weet het echt niet. Echt waar en niet. Maar ja, komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet op je eigen manier. Wees het zonnetje in huis. Doe leuke dingen. Of weet ik veel. Doe gewoon wat je doen moet. Ja, toch? En ik zeg, zou zeggen, tot later. Doei. Ja, lieve vrienden. Ik ga boodschap doen. En dan rij je door de Kroonpassage heen. En dan vind je dat. Ja. Dat vind ik zo mooi ook, hè. Ja. En daar ook. Ik zal even inzoomen. Allemaal bomen. Hoe mooi is dat, hè? Ja, en achter me ook. Ja, achter mij ook. En ik zal even draaien. Is het mooi? Echt heel mooi. Of niet dan, Marcel? Ja. Daarom baal ik naar de kroon, ga ik jou nog gebruiken. Ja. Want dit is toch weer hartstikke mooi, ja. Ja. Echt waar. Echt waar. Heel erg mooi. Even weer uitzoomen. En dan zeg ik, we gaan verder. Nou ja, ik ben net weer thuis met boodschappen. Jullie weten dat ik dat ging doen. Ook heb ik even onderweg in de Kroonpassage wat moois laten zien. Dat vond ik wel eventjes, ja, eventjes mooi, ja. Maar ik heb meer mooie dingen. Ja, ik heb ook mezelf weer wederom verwend. Moet allemaal kunnen. Zolang het nog kan, kan het. En straks het leven krijgen als in Japan kan het niet. Maar nou, kan het nog. Ja. Dus ik neem straks lekker een gebakje voordat ik ga eten nog. Ja. En ik heb nog iets leuks gekocht voor de kerst. En dat gaan we zo meteen gelijk doen. Dan moet de batterij in. Ja, nou ja, ik heb dus, hoe heet het? Closetpapier. Ik heb azijn erbij. Die zal ik even daar toe transporteren. Want die kan niet in een kast. Want dan zijn die flessen te hoog voor. Ja. Dus. Ladders. Dan heb ik glansspoelmiddel voor de vaatwasser. Want die was op. Dus die kan hier in. Dan kan die gelijk weg. Dan is dat ook weer opgeruimd. Weg ermee. Dan hadden we één voor de wc. Gaat ook naar de wc. En ik had een reserve, die gaat weer in mijn kastje. Even zien waar die in kan. Hier ook. Hoppata. Dan heb ik hier nog drie rollen closetpapier. Ik heb ook closetpapier meegenomen, dus dat is helemaal goed. Nou, waar ik ook zin in heb is kuppa soep en dat was bij mij op. Dus heb ik de goedkoopste variant meegenomen. En dat is tomaat Chinese stijl, en champignon en kip. Ze hadden enkel geen groenten. En daar baal ik van. Maar ja, dit is ook leuk. Ga jij even weg met die snot koken? Ik heb weer in tijden een rookworst meegenomen. Lekker. Gaat hier al in. Hoppata. Daar is pijtjes. Ook lekker, dat is mijn telefoon. Ook even hier al in. Ik ga maar even dicht. Nieuwe handschoenen, want ik heb van de week gezocht naar mijn handschoenen. Ik had hier op tafel rode handschoenen leggen. Tenminste rood, ja, dat, ja, ik noem dat rood. Met zwarte vlekken, net een tijgerprint. En die zaten altijd lekker. En zo in een pleiten. Waar ik ze gelaten heb, weet ik niet. Maar ik heb wel handschoenen nodig. Dus ik denk, ik neem nieuwe erbij.
dan heb ik misschien met die andere reserve, als ik die weer terug mag vinden. Ja, ga je even naar de kant. Ik heb batterijen erbij gehaald die ik op kan laden. Voor de stal, lichtjes die ik er doorheen kan vlechten. Ik kan me niet mijn voeten in mijn nek leggen. Dat is closetpapier, die leg ik even op die stoel daar neer. Dan hebben we dus vleeswaren en kaas en nog zout voor de vaatwasmachine. Maar wat gaan we gelijk doen? We halen die la erbij. Dat gaan we ineens nog even uit. En dan kan jij nog even dicht. En beginnen we met de kaas. En dan gaan we er gewoon er allemaal in. Want ik heb overal toch maar één van. Zo. Ja, voilà. Hop, kan dat daar weer in. Mooi, ineens er weer bij in. En nee, die is dicht. En de vaatwaszout. Ja, gewoon een schitterend resultaat. Nou ja, ze hebben de verpakking veranderd. Ja. Nee, maakt niet uit. Die zit ik even daarbij neer. Die kan ook weg. Huppata. En dan is de tas ook leeg. Kan die gelijk even opgeruimd worden. Ja, moet ik wel willen zoals ik wil. Hans gaat naar binnen. Hoppata. En dit gaat ook. Ja, ik moet even omdraaien, meid. Kom. Kom daar even in. Zo. En dan gaan we die uitpakken. Wat moet je? Hoppala. Hoppala. Hoppla. Ik zal hem eerst even... Glitter, glitter, de glitter, de glitter. Glittertje, de glittertje. Zien jullie hem? Ja, deze is het. Hij moet eigenlijk wel zo staan, want er zitten er twee kleintjes voor. Ja, tuurlijk moet hij zo staan, want ik heb hier waar de batterijen in moeten. Dan moet ik eerst zien waar het klepje zit. Die zitten daar. En ik had hier eentje van open. Ik heb best wezen dat we ze nog aan de oplader moeten hoor. Kom op. Ja, even. Dat is er helemaal niks. Nieuwsgierig graag hier dat je er bent. Jongen. Want kijk, normaal heb ik deze bij de... Niet bij de foam, maar Action weg. Dat is de goedkoopste van Action. Maar nou heb ik deze bij de Vibra vandaan. Maar ja, die van de Vibra, die laat ik dan nog mooi even nog dicht. En dan moet ik er hier eentje uit hebben. Zo. En dan gaat, waar is het klepje nou weer? Ik word geloof ik gek. Oh, hier vlak van mijn neus. Jeetje. Ja, ik kijk er gewoon nog overheen. Kan je nagaan. Hup. Nee. Zo. Ja, kijk. Hij doet het wel. Geweldig. Vind ik leuk. Dan moet hij er zo er weer op. Ja. Toppie. Je kriebelt. Ik vind dat leuk. Ja, toch? Hij is leuk, hè? Ja, dan moet ik even nog een schaar hebben. Want dat kan eraf geknipt worden door de andere. Ik vind het leuk. Ja. Het is weer iets wat anders. Hij zit helemaal om het snoer heen. En... Zo. Weg is weg. Ja, echt. Waar. Dus, nou,
Weet ik nog niet waar we hem neergezet, maar dat komt wel goed. We houden gewoon vol goede moed. Misschien maak ik ruimte bij de kerststal. En ik had lichtjes meegenomen ook. Daar moet ook... Nee. Waar heb ik dat nou neergelegen? Dat is tegen deze. Of ben ik nou... Ja. Jeetje. Dan gaan we ook niet open, hè? Jeetje, Maria, schaar. Maak een boom open. Zo. En er staat er hier maar met een grote kop erbij. Van wat is vrouwtje allemaal aan het doen dan? Ja. Hé? Tante Pollewop. Huppata. Ja, je bent een tante Pollewop. Ja. Even zien hoe ze dat nou weer vast hebben. Oh, daar. Kijk. Jeetje, Mina. Wat een gefriebel. Echt, wat een gefriebel. Ja, hebben ze. Nou, uit elkaar draaien, zien te draaien. Uit elkaar halen. Kom op. Jij die kant. Zo. Jij gaat daar hangen. Ja, heel wat te doen. Zo, dan ga ik dat in de stal doen. Deze, breng er sofort al naartoe. Met natuurlijk de batterijen. En dan ga ik eerst koffie doen met gebak. En daarna zie ik alweer. En ik moet nog een vlog in elkaar zetten. En ik moet nog eten eigenlijk. En eten, ja. Oeh. Morgen nog een dag. Nee, ik heb helemaal geen zin om te eten eigenlijk. Ik wil soep. Koppen soep en een broodje en weet ik veel wat. Ja, we zullen het beleven. En dan morgen maar aan de pizza. Ja. Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van alles. En geniet een beetje mee, want ik vind dit leuk. Ja, ik vind het leuk. Jo. Gaan we gewoon verder mee. Dus ik zou zeggen, genieten. En tot later. Ja, mijn meisje ligt heel lekker. Hè? Ja, en wat heeft vrouwtje allemaal gedaan? Veel aan het werk, hè? Krijg ik van jouw pootje zomaar in mijn hand. Hé? Krijg ik zomaar je pootje in mijn hand. Oh. Maar, kijk. Verlichting. In de bloemen zat het al. Maar dat vond ik te weinig. Het was in die stal te donker. En nou, hey, wat, lichtjes, ja. En daaronder helemaal. Ik weet niet of jullie de, ja, dat gaat het er niet worden. Maar, en ja, misschien ook wel. Ik moet die even inklappen. Gaat het nog niet. Maar in ieder geval, hieronder hangen ook wat lichtjes. Ach, er is er eentje omgevallen, omdat ik bezig was. Blijf staan, zitten bedoel ik. Jullie zitten. Kindje Jezus. Hup, daar alweer. Ja, alles is aanwezig. Nou. En dat staat daar. Te shinen. Dat is een kunst ook. Dat is mijn engel Gabriel, de hoofdengel. Gabriel was geloof ik wel een man, maar ja, ik heb mijn pop er vroeger in aangekleed. Ja. Van een stukje stof van mijn eerste trouwjurk. Ja. Dus, dat heb ik zelf gemaakt, dat jurkje. Leuk, hè? Ja. Nou, dan zal ik die plantenboel weer op zijn plek zetten. Dus ja, dat moet ook weer gebeuren. En dan zal ik zien dat ik wat te eten krijg. Ja. En dat mijn hoofdpijn eens een keer wil zakken. Ook dat. Dus ja, dat dus. Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ervan en tot later. Ja, lieve vrienden, het is weer beren laat. Maar ja, dat heb je wanneer je het een en het ander voor je kiezen krijgt op Facebook. Een vriendin van mij, die had het heel erg moeilijk, dus die heb ik een beetje getroost en gedaan. En toen zag ik nog een paar bittere verhalen, berichten. Daar heb ik ook even troostende woorden bij moeten zetten.
En nou zit ik even naar Ilona te luisteren. Oftewel, ware kracht, true power. True power, weet ik veel. True power, ik weet niet. Maar in ieder geval, ware kracht. Op YouTube. En als dat klaar is, ga ik hardlopen er een beetje toe. Natuurlijk ook met mijn meisjes. Die zijn al lang al uit geweest. Want hoe laat leven we? Het is 2:03 alweer. Ja, dus... De titel Ginskoff, wanneer je zelf stil zit, althans, ik was aan het werk. Scar, die slaapt al lang al. Ja, die is weer van de partij. Maar in ieder geval, de rest, dat, ja, ik ben het zat. Ik ga eigenlijk Ilona nog aan luisteren en dan is het een beetje toe. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie nachtrust. Welterusten, slaap lekker met mooie dromen. En God die houdt over ons allemaal de wacht. En daarom zeg ik gewoon tot aan de andere kant van de nacht. Doei!